De weidevogelbescherming Alternatuur in het land van Heusden en Altena bestaat dit jaar 20 jaar. Een mooie reden om hier zaterdag 16 juni uitgebreid bij stil te staan tijdens het Weidevogelfestival Altena op het terrein van Fort Giessen. Voorafgaande aan deze festiviteiten was er 14 juni een bijeenkomst op Fort Giessen om alle betrokkenen te bedanken. Een avond ingevuld met lezingen en muziek. We zijn gestart met het Weidevogelfestival Altena. Dat hebben we zo genoemd. We bestaan 20 jaar. We doen nu 20 jaar de weidevogelbescherming in het land van Altena. En het gaat heel goed. Dus daar wilden we eens op een feestelijke manier iedereen die daar aan meewerkt in het zonnetje zetten. En dat zijn de boeren, dat zijn meer dan 80 vrijwilligers. 120 boeren die medewerking verlenen. Maar ook de ANV, de gebiedscoördinator Mavis Millenaar. De ZLTO is vanavond ook aanwezig om de boeren te vertegenwoordigen. Mensen van de vogelbescherming, de politiek is aanwezig. Ja. Lovende woorden van de provincie ook zojuist over hoe het hier in het gebied gaat. Kun je daar eens meer over vertellen wat jullie dan allemaal doen in dit gebied? Wij hebben 7 loopgroepen. We hebben 83 vrijwilligers in dit jaar. En we hebben verdeeld in 7 loopgroepen. Wij zoeken de akkers af. Op zoek naar de weidevogels van Kiewiet, Schoolekster, Wulp, Tureluur, Grutto met name. En die proberen wij zoveel mogelijk te beschermen. En ja, ieder jaar is er weer een nieuwe ontwikkeling, waardoor het steeds beter gaat. En dat is van alles. Dat is met de gegevens invoeren, dat is altijd heel belangrijk geweest. Omdat we aan overheden konden laten zien dat het echt heel hard nodig is. Want de weidevogelstand gaat in Nederland heel erg achteruit. Maar we hebben plasdrasweilanden, we werken met een drone die de nesten opspoort als we die heel moeilijk kunnen vinden. We voeren de gegevens in met een app en die komen op een landelijke database. En de samenwerking met de boeren en de loonwerkers, dat gaat steeds beter. Dus vandaar na 20 jaar een feest. Hoe gaat het met de weidevogels in Altena? Het gaat de goede kant op. De weidevogels hebben het wel moeilijk, dus het is meer dat wij zien dat het stabiliseert. En de wulp gaat iets beter, de grutto is stabiel, tureluurtjes komen er meer bij. Wat voor weidevogels komen we allemaal tegen hier in Altena dan? Ja, die ik net noemde, dus grutto, wulp, tureluur. En als je geluk hebt ook wel eens een slopeend bijvoorbeeld, of kuifeentje, die rekenen ook tot weidevogels. Maar een kieviet zit echt alleen maar op de akkers hier, dus dat is meer echt een akkervogel. En die heeft het nog steeds wel heel zwaar, die loopt nog wel in aantal terug. Waarom is het nu zo belangrijk? Ja, omdat je... Mensen hebben iets met weidevogels en ook de akkervogels. Dat geeft een voorjaarsgevoel, dat geeft een emotie. Het geeft ook leven als je in het landschap rijdt en er is überhaupt wat te zien. Maar het zegt ook iets over wat er nog leeft in je landschap. Ook over insecten, over de gezondheid van de bodem. Over de gezondheid van waar mensen ook wonen, over hun leefgebied. Als weidevogels weg zijn, dan betekent dat het goed mis is eigenlijk. U kreeg zojuist iets, een grote kaart. Wat was dat? Dat was een kaart. En die heb ik samengemaakt met iemand van de provincie, waar met stippen aangegeven staat welke boeren er allemaal meedoen aan weidevogelbescherming. Op de percelen van die boeren mogen wij dus naar nesten zoeken. En dat zijn er inmiddels 120. Dat is heel veel. Dat is heel mooi voor dit gebied. Aanstaande zaterdag, wat is er dan te doen? Aanstaande zaterdag is een soort groene natuurmarkt, zo noemen we het maar. Daar zijn al de organisaties waarvan nu de besturen aanwezig zijn, zijn dan die dag met een kraam vertegenwoordigd. Er is een vegetarisch hapje zijn er te krijgen, er is boerenijs, er komt een drone-demonstratie. Voor kinderen is er toneel, het waterschapsrivierenland is aanwezig om met kinderen waterdiertjes te ontdekken. Grip op Water is een nieuwe organisatie. En ja, te veel om op te noemen eigenlijk. Maar voor kinderen is er heel veel te doen. En als mensen nu mee willen doen met jullie, dat kan? Je bedoelt als vrijwilliger. We hebben nooit genoeg vrijwilligers. We zouden er nog wel 100 kunnen gebruiken. Er zijn nog steeds gebieden, percelen waar gebroed wordt, maar waar niets gezocht wordt. En ja, dat is nog altijd heel hard nodig. Waar moet men zijn? Ja, bij Natuurbeschermingsvereniging Alternatuur. En ik coördineer dat maar met mij heel veel vrijwilligers.